Hallo, ik ben Leentje de Wachter, medewerker van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen en ik heb mogen meewerken aan het boek Samen Verbind. Maar ik ben ook mama van een 5-jarig meisje en het is vanuit die rol dat ik momenteel spreek. Want ik heb zelf mogen ervaren wat het contact van een kind doet met iemand met dementie en andersom. Vanaf haar geboorte ging mijn dochter mee met mijn schoonouders naar het woonzorgcentrum waar een van haar overgrootmoeders verbleef. Haar overgrootmoeder had Alzheimer. En wat heb ik daar zien gebeuren? Wel dat zij veel sterker op haar reageerde dan op de prikkels die wij haar gaven. Ze zong en ze zei verstaanbare woorden, terwijl ik dacht dat ze dat niet meer kon. En ze lachte en ze genoot. En wat merk ik bij mijn dochter? Dat ze geen stereotyp beeld heeft van ouderen, geen stereotyp beeld van mensen met dementie. En ze mocht zelfs mee zorgen voor. Op haar manier dan. En ze genoot daarvan. Ze vond dat fijn. En vanuit deze ervaring ben ik nog meer overtuigd van de meerwaarde van intergenerationele initiatieven. Twijfel niet, durf het aan, laat generaties elkaar ontmoeten, van elkaar leren of gewoon samen zijn.